Goedemorgen, het is woensdag en ik begin vandaag alvast met de vlog. Want ik heb vanmiddag een superleuke brunch, althans, ik denk dat het heel leuk is, van Kuka. En dit weekend wordt natuurlijk heel leuk, want Sven en ik gaan een weekendje naar Antwerpen. Of eigenlijk een nachtje. Net niet op de zooi, dan moet ik gewoon opruimen. Dus ik dacht, ja, ik neem jullie ook even mee in het inpakproces. En nou, het idee is dat ik ook een beetje van de stad van Antwerpen laat zien. Alleen het gaat heel veel regenen, dus ik dacht, nou, we beginnen gewoon alvast, dan kan het alleen maar meevallen. Hier is trouwens super lekker weer nu, dus misschien dat het daar ineens ook niet meer regent straks, dat zou wel fijn zijn. Daar gaan we zaterdag heen. Ja, ik ben echt intens. Wow. Het is echt niet normaal. Ik ga straks ook nog naar de verloskundige, maar daar denk ik niet dat ik ga filmen, maar dan kan ik natuurlijk daarna wel even vertellen hoe het ging. Maar het is wel echt, Ik ben gisteravond begonnen met How to Talk to Kids, de workshop. Super interessant. Maar het is wel pittig als je na een hele dag werken met je zwangere lijf nog tot 10 uur 's avonds cursus hebt. Toen ik dit... Hey Mietje. Ja. Ja. Toen ik dit plande, of toen ik deze cursus, me inschreef voor deze cursus, was ik nog niet zwanger. Dus, en het is ook nog een maand naar achteren geschoven. Dus zeg maar, het is echt tot ongeveer de dag van mijn verlof. Maakt niet uit. Ja, ik ben natuurlijk nu helemaal into het roze. Ik vind dit een hele mooie kleur, dat een beetje oud roze. En van alles poepen, want dit is natuurlijk ook super schattig. Het bedje ook echt heel leuk. Het kastje. En hij liep de hele dag, zeg dat het goed is al. En ik ging huilen, dan ging ik het goed, ging ik het lekker doen. Hoe kun je het eigenlijk onderleggen? Want is het warm, is het koud? Welk seizoen? Wat moet ik gaan doen? Ik ben weer thuis. Het was echt een superleuk event van Kuka. Ik heb nu wat beelden, heb je kunnen zien. Het was echt heel leuk. Ze hadden het heel leuk georganiseerd. En heel persoonlijk. En echt een heel mooi verhaal over Kuka. En nou, echt, nou ja, hoe ze dat hebben opgebouwd. En nou, het is natuurlijk gewoon een Nederlands merk. En ja, het was echt heel leuk. Het is sowieso, waarschijnlijk kennen jullie het allemaal. Het is gewoon een heel mooi merk. Maar het verhaal erachter was ook heel mooi. En de sfeer was heel goed. We waren echt maar met een paar meiden. En hadden ze zo leuk gedaan. Nou ja, je hebt gezien die prachtige tafel. En ik kreeg nog allemaal uitleg ook. Waaronder over de tochtwaarde. Ik weet niet of jullie het kennen, maar dat gaat dus over de nou ja, hoe warm een dekentje is. En ook dat je dus altijd moet nadenken dat niet alleen het dekentje heeft een tochtwaarde, maar eigenlijk alles. Hè. Dus als je een rompertje aandoet, dat heeft al, hè, geeft al iets van warmte. En als je dan ook nog een lakentje doet en een dekentje. En dat je dat goed moet af... dat je goed moet kijken welke warmte je nodig hebt voor welk seizoen. En blijkbaar hebben ze een hele tabel op hun site. Ik had het nog niet gezien, maar... Nou ja, ik had het daarover dat het gewoon fijn is om dat te weten. En ik zat met Elise Johanne. Misschien kennen jullie haar. Ik kende haar van naam, maar ik heb haar nog nooit gevolgd. Ga ik nu wel doen. Superleuke meid. En we hadden het over, wij hebben allebei een winterbaby en gaan nu naar een zomerbaby. Dus moet je helemaal omschakelen qua, ja, wat heb ik dan nodig? Is het te warm? Is het te koud? Is het te, nou goed. Maar we kregen ook een hele leuke goodie bag. Deze, echt een hele fijne grote tas. Ik dacht, dat is ook echt ideaal. Het enige wat ik weet dat erin zit, is een fantastische tegoedbon. Dus dat is echt mega lief. Dus ik ga helemaal los op die site natuurlijk. Dat begrijp ik. Ik ben trouwens maar mijn half hoofd te zien. Maar jullie staan op een trapje en een dingetje. En Niels zit in de woonkamer met oma te spelen. Dus ik dacht, het is goed zo. Maar kijk nou toch eens jongens, dit is toch te leuk. Een klein boxpakje voor le bébé. Dit is maat 50-56. Dus het is ook nog best wel groot. Dus ik denk dat het wel gewoon meer richting de 56 is. Maar dit is toch heerlijk. En het heeft dus allemaal ja, een soort, nou ja, niet echt sterretjes en niet echt bloemjes. Iets ertussenin en dan witte stipjes. Maar ik vind het echt helemaal leuk. Ze hebben sowieso, ja, die kleuren vind ik echt prachtig. Dan zit erin
groentewolkjes. Dus nou, dat vind ik dus wel lekker. Dat is altijd fijn. Wat is dit? Oh, koekjes van de kleine keuken. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ziet eruit als iets voor nieuws. Oh, wat is dit? Oh jeetje. Een zakje. Oh, dit is zacht. Oh, kijk nou. Dit is een tuttle. De Hugaloo. Oh, kijk nou toch. Nou, dit is echt, je zou het moeten kunnen voelen. Het is echt super zacht. Met die armpjes. Oh, helemaal verwend. Verder was ik net bij de verloskundige. En alles was goed. En het was heel leuk, want Niels was mee met mama. Want Sven kon niet. En ik dacht, mama vindt het ook wel leuk om een keertje mee te gaan. Nou, Niels vond het ook leuk. En dan gaan ze natuurlijk altijd even naar het hartje luisteren. En mocht Niels het apparaatje aan uitzetten. Nou, dat vond hij fantastisch. En zei ik, ja, wat hoor je nu? Een trein. Dat is het hartje van baby. Maar het was echt heel schattig. Goedemorgen, het is zaterdag. Als je dacht, wat was dat net voor fragment? Sven en ik gingen even los op de Q top 500 van de 90's. Onze tijd natuurlijk, wij zijn uit de 80er jaren, maar dan ben je dus in 90's ben je redelijk bewust van de muziek. Dus daar gingen we even los op. We hadden Niels naar Zwolle gebracht, dus dan kan je ineens even hard de muziek aanzetten in de auto, want je kunt natuurlijk geen gehoorbeschadiging aandoen. Een superleuke dag vandaag, want we gaan naar Antwerpen. Iets minder is dat ik echt de meeste pijn ooit heb in mijn bil. Dus ik hoop dat we ook gewoon een beetje kunnen sightseeing en zo. Maar ik had zelfs de hele nacht pijn. Nou, dat heb ik echt nog nooit gehad. Dus ik snap het ook niet, want ik heb gisteren heel rustig aangezien. We zijn bewust 's ochtends al naar Sven's ouders gegaan om te zorgen dat ik zo min mogelijk hoefde te tillen. Zodat ik zo fit mogelijk dit weekendje inging. Maar goed, ja, het is wat het is. Dus we gaan het gewoon zien. Maar we hebben er super veel zin in. We gaan naar een heel leuk Airbnb ding als het goed is. Dus ik neem jullie mee. En dat hebben we gekregen van Living Comfort. Ik zit er super lief. Helemaal blij mee. Ik link uiteraard alles hieronder. En nou ja, we nemen jullie mee. We gaan op de trein. Het is nu 8:30. Tijd om te gaan. Wij zitten op de trein. En we beginnen met de Comfort. En we starten dan ook. Sapia. Yoghurtcultuur. Kokos met yoghurtcultuur. Nog even op de tas. Een stukje kokos met yoghurtcultuur. Ja. Granola, zit, 50 euro. Dit in. We zitten in de trein, nu richting Roosendaal. Daar moeten we weer overstappen. Zijn werkzaamheden, dus we moeten wat vaker overstappen. Alleen, ik heb al sinds 2 dagen geen contact meer met de verhuurder kunnen krijgen. En hij heeft een nummer doorgegeven wat steeds wordt opgehangen. Dus ik maak me enige zorgen of het goed gaat komen, maar we gaan het meemaken. Wat wij graag doen als wij op steden gaan, is een 100% boekje kopen. Dit is dus 100% Antwerpen. Het is heel schattig, zij lijkt heel erg op mijn beste vriendinnetje. Niels die zei, hey, Anne, toen hij dit boekje zag, maar dat is ze niet. We gaan even kijken waar we gaan lunchen zo. Wij zijn er op Antwerpen en het is zo'n mooi station hier. Het is heel hoog. Dit is mijn uitzicht. Ik zie de voeten niet meer, daar zijn ik buiten. Wij zijn in onze kamer. Het ziet er echt super mooi uit. Ik ga het even laten zien. Ik werd ook heel lief onthaald. Sven is meteen om zijn jas aan het gooien. Ik laat het even zien. Hier kom je binnen, was sowieso een hele mooie hal. Dan heb je hier zo'n enorme bank. Er staat ook kava, maar dat is mag Sven op drinken. En dan daar nog koffie en thee. Nou, daar ben ik. Grote ramen, echt heel hoog plafond. En dan heb je nog allemaal, ja, en dan nog een bank. Daar kunnen nog meer mensen slapen. Volgens mij nog 2 persoon slaapbank. En dit is, hier kan je nog sfeerverlichting doen. Overal gaat licht aan met afstandsbedieningen. En dit is het mooie bed. En dan hier de badkamer. Dit is zeg maar mijn droom. Is een bad op pootjes. En dat is deze. Dus gaan we zeker eens gebruiken. Daar ben ik weer. Allemaal zeepjes. Zelfs tandpasta zie ik. En dit is dus blijkbaar de blauwe kamer. Hier het toilet. Mooie bad. En ook nog een inloopdouche. Nog staat dat hier meer licht aankomt dan wat er nu is. Maar dus ja, wij redden ons hier wel eens, schat. Absoluut. We
We zijn nu aan het lopen, daar is de Schouwburg. En volgens mij is dit de Vreemdelingenmarkt, dat zag ik in het boekje, wat ik een redelijk bijzondere naam vind voor een markt. Maar dat is dus dat er allemaal exotische dingen te eten zijn, maar ik weet het niet zeker. Maar hier om de hoek zit een tentje waar wij graag lunchen. Dus ik dacht, dat deel ik even. Het zit, nou hier is dus de Schouwburg en dan zit het hier. En dat is hem daar en dat heet Lunchbox. Echt heel leuk. Zeker een tip. Er zitten sowieso al heel veel mensen op het terras en zo. Het is vandaag best wel lekker weer, moet ik zeggen. Maar morgen gaat de hele dag regenen. Dus ja, in Ibis. Ik slaap. Dat is wel beter. Dit stond ook het 100% boekje. Hier heb je dus vers gemaakt. Kijk hoor, even kijken hoe druk het hier is. Niet normaal. Maar hier maken ze dus verse kroketten. Dus gaat ervoor handgemaakte garnalen kroketten. Nou, we hebben een tafeltje. Het is echt super populair hier. En daar komt de man aan met de croquettes. Oh. Eet smakelijk. Dat was een spijkerbusje van Niels. Bij de zaak. We gaan nu eventjes friet eten bij Sergio. Het zit hier ergens, als het goed is. Wij hebben een frietje stoof bij het frietatelier. Dank je. Oh, jongens, kaas heaven. Ik wil dus deze, geitkaas met olijf, geitkaas met tijm. Deze heb ik ook wel lekker, geitenvetten. Oh. Hier ga ik nu voor, want dit is echt wat ik nu kan dragen, maar daar gaat het niet om. Deze is natuurlijk ook fantastisch, hier nul met machines. Wat een leuke moppen. Wij hebben nog even geshopt en nu lopen we naar, waarschijnlijk naar fietsen toe. We hebben nu via Velo Antwerpen, zo kan je zo fiets. Dat is 4 euro voor 24 uur. En waardeloze app hoor ik hier. Maar als het goed is, werkt dat heel fijn. En ik kan gewoon echt niet meer lopen. Dus dan hebben we gewoon nu 40 uur een fiets. Dat is wel fijn ook voor het uit eten gaan en zo. Dus nou, we gaan even fietsen zoeken. Ze staan ook wel. Ik kan niet op locatie zoeken. Ik moet Top. Dat is wel praktisch hoor. Maar van 20 jaar geleden. Ja, nou ja. We gaan, ze staan heel veel plekken. We hebben ze in ieder geval heel veel gezien. Dus we komen er. Het is nu 4:30, dus we gaan even naar het hotel, naar het appartement. Kijk, daar staan dus die fietsen. We hebben het nog niet gezegd of we hebben al een cel gevonden. Nou, de eerste, het regent trouwens wel, de eerste sessie met de fietsen is gelukt. En we gaan straks op het restaurant weer, we gaan even kijken welke fietsplekken dicht bij ons appartementje zit. We hebben nu ergens neergezet, de baas over dichterbij mag doen. Maar eerst even lekker chillen. Kijk, dit is de entree. Het is toch wel super veel. Oké, ik moet even concentreren op de trap. Ah, we zijn er. Ik verwacht dat het gebrom klaar is. Ah, we zijn in het appartement. We zijn met de fiets en we gaan weer verder te voet. We zijn er bijna. We hadden een aantal restaurantideeën, maar het is natuurlijk zaterdagavond, dus heel veel zit vol. Dus een tip, als je gaat, kijk even van tevoren waar je heen wil en reserveer dan alvast even. Maar we gaan nu naar eentje waar we nog één plekje hebben, maar wel maar anderhalf uur. Maar dat vinden we niet zo erg, want we gaan dan lekker nog in bad en zo op de kamer, dus dat maakt ons allemaal niet uit. Maar dat is dus even een tipje als je in het weekend komt. En je wil naar iets leuks reserveren. Een hele leuke wijk. We gaan nu naar Stafskantien. Dit is, was het Zuid? Zuid. Ja, het ziet er heel leuk uit. Hier gaan we eten. Het ziet er heel gezellig uit. Sven heeft de gratineerde mosseltjes. Eet smakelijk, schat. En ik ervaar uit Londen leert dat ik niet voor hoofd en na moet willen. Dus ik wil hoofd en na. Hij gaat voor de mosseltjes. En ik heb hier nog wel een zak staan met een tank erop.
Ondertussen zou ik een plan uitmaken voor morgen. Alleen morgen is dus heel veel dicht. Dat is op zondag. Dom, 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 dom. De winnaar has dessert. Zo, we hebben de fiets weer neergezet. Waarschijnlijk gaan we hier morgenochtend ontbijten. De biologisch dynamische bakkerij. Dan zit hier ergens nog een organic ontbijtteentje. Maar de fietsen staan weer. We hebben echt heerlijk gegeten. Alleen we moesten het in een vrij korte tijd doen. Maar nou ja, vond het niet zo erg. We hebben gewoon lekker op tijd. En nu lopen we terug naar het appartement. Hier hebben we een maskertje. Het Garnier Volcano Mask. Geen idee. We hebben de Blue Skies and Fluffy White Clouds Bubble Bar van Lush. En we hebben bonnetjes van Leonidas. Ja. Gewoon in een bad met pootjes. Daar gaan we. We hebben heerlijk in bad gezeten en ik heb even gezien wie de mol is. Ja, ik weet niet of jullie het al hebben gezien, maar waarschijnlijk heb je het niet kunnen missen vanwege het nieuws. Maar ik heb gewonnen. Ik weet het bijna zeker. Ik ga nu in de app kijken. Het moet wel. Even kijken. Woep, woep, woep. Yes. Oké. Yes. Goedemorgen. Het is zondag en wij zijn wakker. Sven heeft heerlijk geslapen. Ik, zoals je aan mijn ogen ziet, niet. Ik weet niet. Ik kon mijn ogen niet meer open houden. Dus ik was gewoon lekker gaan liggen. Maar het lukt gewoon niet. En het is gewoon deels door dit kussen. Het is echt een heel dik, hoog kussen. Nou, op een gegeven moment dacht ik, ik heb zo'n nekpijn. Dit wordt hem gewoon niet. Dan heb ik een kussentje van de bank gepakt en daar een handdoek overheen gelegd. En toen kon ik wel beter slapen. Maar nee, ik ben echt niet goed geslapen. Maar dat ligt niet. Een matras ligt overigens echt heerlijk. Ik weet niet wat het is, maar het is niet een normaal matras. Maar het ligt echt heerlijk. Je zakt er een soort van in weg, maar het is wel stevig. Dus het, wat denk je dat het is? Dat, ik weet niet wat het is. Maar, nou ja, goed. Ik ga vanavond maar op tijd naar bed. Ik hoop dat het lukt. Want uitslapen is er sowieso niet meer bij tegenwoordig voor mij. Überhaupt niet zo lekker. En dan, nou ja, dan nog zo'n kussen. Ik heb wel het idee dat ik minder pijn heb dan gisteren. Dus op zich heeft het bed daarin goed zijn werk gedaan. Ja, het is zo hoog hier. Het is wel echt, het is echt een hele, maar een iets grotere slaapkamer dan wat ik gewend ben. Het is niet dat we thuis geen bad hebben, maar we gaan er al nog een keer in. Zo, ik ga me nu heerlijk opmaken onder het genot van een chocomel en een snelle jelle, want mijn zwangere lijf kan er natuurlijk totaal niet aan dat we pas over een uur of zo gaan ontbijten. Dus ik ga dit even eten en opmaken, filmpje kijken. Heerlijk. Ik ruik weer helemaal naar kokos. Nom nom nom. Ik dacht, ik laat even zien wat we gekocht hebben. Ik kocht dit shirtje bij Pull&Bear. Ik vond het gewoon een stickertje of zo. Ik vond het gewoon een heel mooi, fijn basis shirtje. Dus dit is voor na de bevalling. Maar goed, wel in de zomer natuurlijk. Ik heb maar een maat M genomen, want de S zag er wel heel kort uit. Met gewoon een beetje een wijdere hals. Of een heel fijn katoen. Dan kocht Sven 3 paar sokken. Heel vrolijk, daar had hij zin in, denk ik. Eentje, deze vind ik fantastisch, met flamingo's en ananas en cocktails. Eentje met ruimteschepen en dat soort gekkigheid. En eentje met kakatoes. Dan kochten we voor Niels dit skinny spijkerbroekje van Zara. En we gaan natuurlijk bijna op vakantie en dan hopen we natuurlijk op een beetje lekker weer. Dus dan is het wel lekker als je een beetje, nou ja, het zal geen 30 graden zijn. Dus nou ja, misschien wel een lange broek nodig, maar dan hoop je dat het wel iets lichter is dan een normale broek. In diezelfde categorie valt deze trui, ook van Zara. En deze heeft een borstzakje. Het is een beetje wat grofgebreide, heel lekker spul.
En dit spijkerbloesje. Dat is natuurlijk ook altijd handig als een soort laagje. Dus die kan je dan mouwen opstromen, mouwen naar beneden. T-shirtje eronder, open, dicht. Dus dat. Dan kochten we voor hem ook nog deze fantastische zonnebril van River Island. Ik kocht bij NYX dit paletje. Het spiegelt nogal. Dit is het Warm Neutrals palet. En daar was ik in Nederland ook al een tijdje naar op zoek, maar ik kon het niet vinden. Dus het zal mij liggen, maar deze. En waar ik bij een palet altijd op let, heb ik wel vaker gezegd, is een goede mix tussen matte en matte kleuren en glanzende kleuren. En dat er een voldoende lichte kleuren in zitten en donker. Dus zeg maar, soms zit er geen fijne highlighter kleur in en dan vind ik het al irritant. Maar deze heeft dus zowel een matte als een glanzende highlighter. Nou, allemaal warme neutrale kleuren en dan nog een paar donkere. Dus dit paletje. In de categorie voor straks. Deze schoenen van New Look. Ik vond ze echt fantastisch. Ze zijn een beetje een nude kleur. Met gewoon een simpel bandje. En hier een simpel bandje. Een redelijk brede hak. Ze kan je makkelijk oplopen. Dus deze. Wij zitten bij een ontbijtentje. We hebben daar eigenlijk allemaal soorten thee. Allemaal broodjes. Heel leuk plekje. Er staat hier een naam bij. Het is iets van. Nee, ik zou het niet. Biologische otterflups. Kijk eens aan. Bom, bom, bom. Dit is de Vegan Breakfast Bowl. Met een eitje met brood. Ik denk dat dat daarin zit, weet ik niet. Een croissantje, daar staat ook van alles. Nou, hier hebben we dus ontbeten. Dat is echt heerlijk. Biologisch dynamische bakkerij. En dit heet volgens mij de Mechelse Steenweg. Nou, we gaan nu even kijken of we met koffer op de fiets kunnen. Ja, lukt het? Oké. We hebben besloten hierheen te gaan naar het fotomuseum. Vonden we toch leuker. Maar er is een soort loop door de halve stad. Maar die gaat dus ook gebouwen. Dus nou ja, ik hoop van zegen dat we er wel in kunnen. Wij zijn net uit het museum terug, het FOMO. Niet per se een aanrader, toch? Het hangt heel erg van de. Ja, het hangt heel erg van de expositie af. De eerste was wel tof, de tweede was een beetje luguber. Ja, dat ging niet zozeer om de mooie foto's, maar meer om het heftige verhaal over een bedrijf dat een beetje rare dingen doet. Heel veel mismaakte kinderen, ook zeg maar baby's in wekpotten. Ik kon het niet zo goed aan, moet ik eerlijk bekennen. En nu zijn we gewoon een beetje aan het lopen. Ik dacht, loop even naar het water, maar het is zeg maar dat. Het is niet echt heel erg leuk. Dus we gaan nu weer lekker naar Smeer toe, van Zuid. En we gaan even ergens lunchen zo. Het begint steeds moeilijker te lopen, dus we doen het rustig aan vandaag. En we moeten om 4:15 de trein weer hebben. En dan eten we nog even wat in een restaurantje, gewoon in Nederland zeg maar. En dan gaan we daarna naar huis. Dan zijn we ook een beetje op tijd terug dat we de Niels nog even kunnen zien. Dat willen we toch wel graag. En de loop is nu ook bijna af. De laatste bezemwagen is onderweg. Oh, grappig, al die mensen lopen zo door de gebouwen heen. Er komen een paar mensen aan. Daar gaan we even oversteken. Het is allemaal dit. Dit werk. En dat is heel fijn met je rolkoffertje. Maar dit is wel. Het Zuid is wel een heel leuk wijkje. We zitten bij Tinsel. Grappig, we hebben allemaal een spreekje. Je kan jezelf invullen waar je zit en wat je wil hebben. Het zijn allemaal, volgens mij allemaal homemade. En volgens mij ook allemaal nog biologisch en ik weet het allemaal niet. Gezond. En dit is onze lunch. Hij zit hier. Ik ben wel. Wij zitten in de trein. Ik heb niet geslapen vannacht, hè? Dus we zijn niet. Nee, ik heb niet geslapen. Dat moet je even rekenen houden. Wij zitten nu in de trein en we hebben het toch een treintje eerder genomen, zodat we even met Niels kunnen knuffelen voordat
naar bed moet, want anders komen we vlak voor het moet slapen aan. En dan is hij waarschijnlijk, nou ja, weet je, dan is hij waarschijnlijk een plezier zo waar we zijn. Dan kunnen we niet goed genoeg knuffelen. Dus we gaan nu, we eten nog wel even samen, maar dan een beetje op tijd. Dan ga ik ook heel veel naar bed. Ik hou zoveel vocht vast met mijn handen ook. Als ik dit doe, dan voel ik gewoon heel veel. Ah, wie herkent dit? Thuis zwaar gehad, denk ik heel veel van jullie. Maar mijn hoofd is fluffy, mijn handen zijn fluffy. Je ziet dat mijn trouwring maar een beetje krapjes zit. En ik zit lekker een blaadje te lezen, nu de ouders van nu. Zo ga ik verder even in mijn bok. En als afsluiter pizza en een alcoholvrij biertje. Hoi allemaal, het is een beetje donker, maar ik lig op bed. Het was echt een heerlijk weekendje. Het was heel fijn ook om Niels weer even te zien. Alleen nu heb ik echt zo veel pijn. Ik heb net echt gehuild van de pijn. Ik ben misselijk van de pijn. Dus ik ga de vlog afsluiten. Ik wil de nonnen spullen. Ik pak net zomaar. Gaat niet meer. Dus ik zie jullie heel graag volgende week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ja. Ik zet de link van het appartementje even hieronder. Oké, doei.